Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Xenos video. Ik ben Floor en vandaag gaan we onze tuintafel een makeover geven. We gaan de tuintafel helemaal summerproof maken, dus laten we snel beginnen. Nou, helaas werkt het weer de afgelopen weken niet mee. Het is alleen maar aan het regenen, maar na regen komt zonneschijn. Dus ik verwacht dat het weer heel heerlijk weer gaat worden. Nou, als allereerst heb ik deze tafelloper met van die franjes. Heel erg leuk. Ik vind het een heel erg mooi beige kleurtje. Met een beetje wit en hij is van 100% katoen. Wij hebben buiten gelukkig zo'n overkapping helemaal zelf gemaakt. En daar hebben we altijd zo'n tafel staan, een hele grote. En in de zomer eten we daar echt super vaak aan op barbecuen of whatever. Dus die gaan we vandaag een makeover geven. En deze gaat daar perfect op passen. Nou, zo'n tafelloper die geeft echt al gelijk zo'n sfeertje. Dus ik dacht, dit vind ik ook helemaal leuk voor erbij op. Dit zijn van die schalen van bamboe. Echt heel erg mooi. En ik dacht, hier ga ik dan de salade in doen of zo. Dan kun je hier nog wat borrelhapjes of dingetjes in doen. Chips, whatever, stokbroodjes. Noem het maar op. En je hebt nog een wat kleinere. Eigenlijk hoe mijn kamer een beetje uitziet, een beetje dat boho Scandinavische, dat heb ik ook doorgetrokken voor deze tafel makeover. Dus alles heeft een beetje de bamboe vibe en beige vibe. Dan deze gigantische plank of serveerplank eigenlijk. Die echt van die massieve ijzeren handvaten heeft. Ik vind dat wel vet. Dan kun je hier zo je hapjes op serveren. Zet je het zo neer op je tafel. En het geeft ook gewoon een mooi sfeertje. Ik heb, dat past helemaal bij het steltje wat ik nog meer heb uitgezocht, deze fles of drinkpop, hoe noem je dit? Waar ik dan lekker limonade in kan doen of water. Ja, ik drink eigenlijk alleen maar water, maar heel erg mooi. Maar hij heeft dus zo'n popper. Dan heb ik deze geweldige frituurpannetjes in het goud. Ik vind dit echt heel erg leuk. Dit zet je dan leuk op je bord neer. Iedereen heeft dan een eigen pannetje en daar doe je dan je frietjes in. Nou, ik zag het helemaal voor me. Wat ik dus echt prachtig vind. Iedereen heeft namelijk zijn eigen bord, diepe bord, eetkom, hoe je het ook wil noemen. Ik heb deze grote uitgekozen, een beetje die grijze kleur. Daar hoort nog wat bij. Ik haal het even uit plastic. Namelijk deze bamboe onderborden. Mijn moeder is namelijk echt gek op tafels helemaal mooi dekken. Die gaat altijd helemaal uit haar plaat met Pasen en zo. Maar ik heb altijd van mijn moeder geleerd dat je een beetje met laagjes moet werken. Dat dat heel erg mooi werkt ook. Dan nog deze. En hier wil ik dan de stokbrood in serveren. Dit past er ook weer helemaal bij met dat hout. Dan echt wat niet kan ontbreken op je zomertafel zijn tapasplankjes, hapjes, borreldingetjes, noem het maar op. En ik zag dit en ik dacht, ja, dit moet ik hebben. Dan, waar ik het net over had, die bottlefles, zeg maar, met het gouden detail. Daar hoort nog wat bij. Ik heb namelijk 4 van zulke wijnglazen besteld met een goud randje. Echt zo mooi vind ik dit. Om een beetje in die gouden thema te blijven. Want bij borrelen hoort ook wel een beetje een wijntje. Dus daarvoor de wijnglazen. Maar, zoals in die bottlefles zit water of limonade of wat je er ook in doet. Dus daar horen ook wel gewoon de drinkbekertjes bij. Nou, hoe leuk. In hetzelfde steltje. Dan voor in die grote saladekom heb ik 2 van deze gigantische, ja, bestek. Vorken, hoe noem je dit? Bamboevork. Oké, dan komen we nu aan bij de versierdingen. Want de tafel moet ook gewoon mooi versierd worden. Als allereerst heb ik hier wat kussens achter mij. Dat zijn ook kussens van Xenos. Die ga ik zeker gebruiken. Maar ook voor de tafel heb ik wat dingen. Ik wil namelijk een beetje werken met dus de bamboe beige vibe. Maar dan als kleurtje lichtroze. Een beetje dat roze, dat zacht roze. Dat vind ik helemaal schattig. Dit past weer helemaal bij de vibe met dat beige, dat macramé, van die pomponnetjes eraan en dan nog van dat, ja, roze, ja, wat is dit, spul eronder. Heel erg leuk, daar heb ik er 2 van voor op de tafel. Dan heb ik de kaarsenset in het roze, dat past weer helemaal perfect bij dat roze van net. Dan heb ik ook nog 2 van deze, dit zijn ook kaarsen en dan met een goud blaadje past weer helemaal bij het gouden. En een touwtje. Dus dit past ook helemaal bij het steltje. Dan heb ik nog van die slingers, van die blaadjes eigenlijk die ik een beetje wil verspreiden over de tafel. Dan waren dit alle geshopte spullen. Wacht zeker tot het einde van de video, want ik heb nog een hele leuke winactie voor jullie. Maar eerst gaan we naar de tuintafel makeover. Dus let's go. Zin in. Normaal gesproken zetten we de tafel dus hier neer. Maar omdat het de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar regent, zoals je kan zien. Het is nu even droog, dus we hebben hier nu even de tafel neergezet. Het is eerst tijd om het even een beetje schoon te maken.
so like you can't do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Was me een makeover wel, ho. Alle kaarsen vallen hier om op bed. Ik heb nog een mega leuke Xenos giftcard die ik aan jullie kan weggeven. Dus een leuke winactie. Je kan namelijk een giftcard ter waarde van 50 euro winnen bij de Xenos. Dus wat moet je doen om dat te winnen? Nou, als eerst geef natuurlijk deze video even een duimpje omhoog en abonneer je op het kanaal van Xenos. Vul even het Google formulier in die in de beschrijving staat. En laat weten in de comments wat jij het leukste item vindt die voorbij is gekomen tijdens deze makeover. Dan was dit alweer de makeover. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vergeet dus geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op het YouTube kanaal van Xenos. En natuurlijk even te volgen op Instagram account van Xenos. En te viel de batterij uit bij deze. Bedankt voor het kijken en tot gauw weer. Doei doei!